mee spelen. Leuk jongens, aardig gedaan. Zijn er nog meer mensen die dat wel willen? Oké, dan maken we er vanavond een grandioos feest van. Ik ken er wel een paar. Ho. Wacht even. Eén voor één. Jij, wat speel jij? Wat denkt u eigenlijk wel? U heeft hier helemaal niks te zoeken. En wie is deze meneer? Ik ben oprichter en dirigent van de Vrije Harmonie Libertas. Een cultureel initiatief van de Vrije Socialistische Beweging tot Verheffing van het Volk. Zo. En waarom eist u ons vertrek? Hoe durft u dat te vragen? U verstoort mijn repetitie. U ondermijnt mijn discipline. En u bedreigt mijn seizoensconcert met de meest verwerpelijke, zedeloze middelen. Hoor even. Dit is leerzaam en toch amusant. Deze meneer voert het anarchisme hoog in zijn vaandel. Volledige vrijheid voor het individu. Zelfbeschikking. Geen bazen meer en geen knechten meer. Prachtig, mooi. Maar wat doet deze meneer? Als u op zijn repetities zijn muziek niet helemaal speelt zoals hij dat wil. Nou! Raar soort anarchisme hoor. Kan iemand mij dat uitleggen? Want waar ik vandaan kom, heet dat heel anders. Waar ik vandaan kom, heet dat dictatuur. Mag ik eens vragen? Wie van jullie heeft er ooit wel eens zo zijn eigen gevoel uitgedrukt in de muziek? Zomaar, in volle vrijheid. Hoor hoe dat klinkt. Luister maar. En kies nou zelf of je verder gaat als slaven of als vrije mannen. Amerikaanse muziek is negermuziek. Het is gevaarlijke muziek. Die spreekt oerinstincten aan. Maakt ongecontroleerde gevoelens los. Dit is het geluid van de chaos, van verderf. De aankondiging van het einde der beschaving. Mensen te ontheiligen. Hier! Kun je me dit aandoen? Wat is met zo... Hou je mond! Laat ik je nooit meer zien. Heb de ogen, weg! Laat maar zien. Denk maar niet dat ik het hierbij laat. Je zult nog wat meemaken, kapitalist. Parasiet! Nou. Hoe dan ook, wij laten het er wel bij. Een kleine demonstratie van de nieuwe klank en de sensational Many Men Girls. Ons volledige programma presenteren wij u vanavond. Wat is die jongen nou? Van 7:30 tot is die nou ineens? In de nacht. Kom op jongens, Nobben. En wat hebben we weer aan? Nee, er komt niks van in. Maar wie is die pro? Kom op, we gaan iets drinken. Blijf zitten. Ik zocht je. Kom je dan niet uit Amerika? Natuurlijk niet. En die muziek dan? Ja, die wel. Ja, nou. Moest horen, hè, hoe je dat doet. Zo'n man brengt zijn geld niet naar de bank. Het ligt in een van zijn wagens, zeg ze dat maar. U zal meer wapens hebben moeten. Ik kan nog wel aan een pistool komen. In orde. En ik kan wel aan groot geweer. En verder? Even wachten.
Ze hebben feiken door het gooien bij de harmonie. Dat is dan regeld. Ja. En nou naar Algra toe. En trek dan nog eens vergoud op aan. En als het nog niet wil, dan neemt ze in elk geval zijn pistool met. Ja. Allee, wat morgen. Ja. Even zo goed uw straffen. Die breien van die anarchist. De duivel is die god. Oh, we redden ons wel. Ook zonder die regent. Als u nou een eindje verderop plekje zou zoeken, dan zitten we elkaar ook niet meer in de weg. Helemaal niet. En jullie verdienen helemaal niks met je thee en limonade. Wij hebben deze zaak afgehuurd. Ik krijg toch geld. Meteen. Oh nee, dat is een gedane zaak. Geen weer maar zo'n drekloch. Komen die als de maat vlak. Maar als we een keer muziek maken wilt, kunnen we van mijn eigen waar dat bent. Dan begin je dirigent. Als die de maat maar slaat. Ken jij wat met de speelgoedtrompetje? Mal ding. Wel echt. Muziek maken. We gaan muziek maken aan het werk. Dit is anders. Beseffen jullie dat? Wij hadden verlet van. Er kon bij heel diep meer lege moe. Samon zet zien wild net op een bank. Het is zijn en het jet niet goed. We moesten er maar op wegen. Op wegen voorwaarden. Die dirigent die moet er zelf bij zijn. En dat ga jij hem zeggen. En je ziet erop toe dat hij erbij blijft. Wat is dit voor een bouw? Neil? 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 Hier blijven! Hol op, slag die buien door voort. En blijf zelf op thuis passen. Gel! Dat is hoef. Waar hij nou dan? Hij heeft niks van zich. Dat jullie zelf met de meisjes gaan dansen. Een lokale sensatie van wereldformaat. Het eerste optreden van jullie eigen jazzorkest. Geef ze de ruimte, geef ze onthaal. Ik moet ze waarschuwen! Kop dicht en je blijft! Een nachtmiddag! Hey, shit.
elle a pressenti. Zij heeft geweten. Goed vasthouden. En zo is de toekomst. Kom.